Ik kom in mijn beste humeur binnen. Ik ga bij u aan tafel zitten. Ik heb alleen gezegd, meneer, wat heb je een mooi pak aan. Jij bent begonnen. Jij pakt me bij mijn revers en... Wat is hier aan de hand? Agent, er is helemaal hier niks aan de hand. Ik zit gewoon aan mijn tafeltje in mijn eigen keldertje tegen deze meneer te praten. Ja, meneer. Ik heb alleen maar gezegd, wat heb je mooi pakken? Ja, meneer. Wat denk je? Hij komt op me af, pakt me bij mijn revers en... Al 30 jaar lang had zijn vrouw met de aardappel zitten wachten. Om 6 uur kwam hij van zijn werk, maar thuis kwam hij naar achter. Dan hoorde zij reeds op de trap hoeveel Jacob er weer had gedronken. Hij schrokte ze prakkie gauw op en ging in zijn stoel zitten ronken. Zij wist dat hij in de kroeg klavajasten en moppen vertelde. Terwijl zij bij het karige licht voor een hongerloon hem de verstelde. Dan wierp zij een blik uit het raam en haar kind in een schamelijk bedje. Goot zuchtend de aardappels af en gunde die ploertje verzetje. De zoon van haar tweede mevrouw, een mislukte student in de rechter, belaagde haar eer en haar deugd, maar zij wist er tegen te vechten. Zo leefde zij zuinig en kuis, als Jacob ze dorst maar kon lessen. En zij betaalde de huur met het geld van de ledige flessen. Hun dochtertje groeide als kool, één plaatje met 2 zwarte vlechten. Zij leerde in armoe en leed het goede, alleen nooit het slechte. Zij was een ontluikende bloem, te midden van sloppen en stegen. Toen kwam zij een keer op een feest een jonge kunstenaar tegen. Hij was bij het variété en zag dat het meisje talent had. Hij leidde haar kosteloos op, daar hij wist dat zijn leerling geen cent had. Zij oogst al spoedig succes, werd door ieder op handen gedragen. Maar altijd ging zij bij de baas voor moeder een vrijkaartje vragen. Na een jaar stond zij met haar artiest in het wit voor het altaar heel schuchter. De moeder, zij pleende een traan. De vader was toen zelfs niet nuchter. De bruidegom ging met zijn bruid voor een weekje naar berg aan zee toe. De moeder ging eenzaam naar huis, want Jacob moest weer naar het café toe. Zij staarde verdwaasd uit het raam,
Geen mens had haar nu meer nodig. Haar oogappel vond het geluk. Zij voelde zichzelf overbodig. Toen heeft ze de ijzeren pan met de aardappels opgenomen. En Jacob zag haar stom verbaasd. Voor het eerst is ze stamcafé komen. Ze kwakte de pan voor hem neer en riep: Jacob, luister eens even. Ik heb 30 jaar voor je gesloofd. Maar nou ga ik zelf eens leven. Ik heb al die tijd mijn geduld met moeite kunnen bewaren. Zie jij nou maar hoe je je redt. Maar nou bestel ik eens een keer een oude klare. Onwennig bracht zij toen het glas met jenever aan haar lippen. En dronk het in ene teug leeg in plaats van de rand te nippen. Ze spuwde het vol walging weer uit of het glaasje met de rattenkruid vol zat. Waarop hij zei: en jij hebt steeds gedacht dat ik hier 30 jaar lang voor me lol zat. Omberispunt, ja. Allemaal even omberispunt. Dus hier. Gaan we weer. Is dat alles? Nee, dit is gewoon een plankje met een gleufje. Maar pas op, nu neem ik dit eenvoudige messie, hè, en dit plaatseer ik in dit gleufje. En aan deze zijde plaatseer ik dan een stukje oude belegen kaas. En wat gebeurt er nou? Nou komt er een muisje aangeslopen. Trip, 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 trip. Hij stapt op dat plankje. Trip, 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 trip. Hij kijkt over het messie en zegt: hé, hey, stukje kaas. En afgelopen is het. Formidabel. Formidabel. Och, hey, wacht eens eventjes, beste vriend. Kom nou, hier klopt iets niet. Oh nee? Wel nee, zeg wel nee. Wel, nee. Stel je nou eens voor dat muisje voor jou, dat komt van de andere kant aangesproken. Van trip, 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 trip. Nou, dan vreet hij mooi jouw stukje kaas op. Zonder dat hij met dat mesje iets te maken heeft. Zeg, kom nou, dat is flauwekul hoor. Die verdwijnt diep in de nacht. Die muis, zie je nooit meer terug. Het is uitvinding van lichtenvest, hoor. Ja, wacht u nou eens even. Ik heb u ook pas mijn eerste model laten zien. Zo te zeggen, de eerste fase, hè, waar ik een jaar lang aan gewerkt heb. Het is niet mogelijk. Ja, want kijk, wat heb ik hier? Ik heb geen flownoosie. Ik heb geen flownoosie. Dan moet u maar eens even kijken. Wat ziet u aan dit mesje? Een getverderrie, zeg. Er zitten allemaal gebieden scherpe kartels aan. Bah. Heel juist opgemerkt. En nu plaatseer ik dit gekartelde mesje in datzelfde gleufie. En voilà. Ja, en aan welke zijde komt nu de kaas? Dat is nou juist het mooie. Er komt helemaal geen kaas meer aan de pas. Oh nee. Wel nee, helemaal niet. Want wat gebeurt er nou met ons muisje dat daar komt aangeslopen? Nou, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Geef mij over. Geef mij over. Nou, dood eenvoudig. Van welke kant ons muisje nou mag komen aangeslopen? Van trip, 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 trip. Hij springt op dat plankje. Trip, 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 trip. Kijkt over dat gekartelde mesje en zegt: hé, hey, vandaag geen kaas. Holland, land van water en bloot. Holland, met je zee van woningnood. Met je politiek van de regen in de drup. En huppel de pup, we hebben de cup. Kom, laten we vrolijk wezen. Holland, met je kopen op de lat. In de olie met je rijke dubbele bodem. Schat.
schat. Met we gaan nog niet naar huis en kameraden hand in hand. Moeder, wat een vaderland. Landje met je haringkies en uitjes goed voor u. Met je kinderbuis lag onder moeders paraplu. Landje met je overvolle wegen. Binnen zonder kloppen voetjes vegen. Landje met je zuilen en je uilen op tv. Plekkie om te huilen om het vervuilen van de zee. Land van lanterfanters en van lifters. Vol gediplomeerde muggensifters. Waar je kleur mag bekennen van oranje tot rood. En mag vrijen met de vrijheid ook al knuffel je ter dood. Holland, met je niet kopen aan de deur. Holland, met je flatneuroze geur en je maneschijnbare burgerlijk fatsoen. Want dat kan je niet doen, dat mag je niet doen, want kijk, daar gluren de buren. Holland, voor die tulpenzwiebel bluut, und die Duitse mark in onze hensjen gluut. Tolle mina's, kabouters, de fabeltjes krant. Moeder, wat een vaderland, maar ik kan je niet missen. Moeder, wat een vaderland. Dat is het. Nee, ik zou zo naast hem gaan zitten. Toen dacht ik, hij is echt. Ja, maar hij wil geen antwoord geven, dat vind ik flauw. Ja, moet ja meneer, u kijkt me nou zo leuk aan, zeg nou even hierop weg. Zal het wel echt zijn? Nee, maar ja, hij is niet echt, maar is het nou de echte Doris? Nou, ik heb het al gevraagd, maar hij geeft geen antwoord. Nee, dat mag niet. Dat mag hij niet. Wat leuk om hier even een half uurtje voor te Ik ben gewoon bezig voor het schoolverhaal. Dat is toch hartstikke leuk geluk dat ik u nou toevallig net hier zie zitten. Nou, dan gaat u weer niet. Godverdomme, dat er werkelijk een vinger zou bewegen. Doris, god. Ja, maar die is volgens mij echt. Die kan bewegen. Ik weet niet, ik ga twijfelen. Volgens mij is het echt vetje bewegen. Ja, kijk maar, de borst gaat heen en weer. Maar goed, hè, dat die man zo kan zitten, hè. Godje, man. Hij zit op een bankje natuurlijk. Stokbootje.
Die vind ik kunnen spreken. Ja, zo. Wat een pak zeg. Een stuk stopwater. Nee, het is zo plat. Nou, misschien zit er een mechaniek in. Dat is moet je het zien. Die ogen dan? Ja, kijk, dan komt er weer naar beneden. Ja, er zit toch een mechaniek in het deel. Stokbrood. Ja. Hebben we weer gekregen, hè? Oh, Gert. Hoe komt dat? Oh, die is geweldig. Ja, maar hoe komt die? Prima. Hebben we weer. Hij ademt. Dat is hem echt. Zo mooi. Niet lachen. Was officieel. Nee, maar hij ademt. Hoe doen ze dat? Geestje wil geven. Hè? Houd voor. Nee, ik ook niet. Ik woon in Amerika en weet u hoe vaak ik uw platen draai? Zeker elk weekend en een heleboel. Vind je dat leuk of niet? Lijkt me leuk. Oh, nee.